Een goeie avond, dames en heren. Vandaag was er de zwaarste Alpenetappe met aankomst op La Toussuire. En we gaan praten over die etappe aan een kapel op de flanken van de Galibier in het skioord Valoire. Vanuit dit skigebied met om en bij de 150 kilometer pistes vertrekt dus de klim naar de top van de mythische Galibier. Normaal vormde die Galibier dit jaar ook het dak van de Tour. 2645 meter boven de zeespiegel. Maar door het sluiten van de Chambon-tunnel is de Galibier uit het traject van de Tour verdwenen. En die tunnel is gesloten vanwege een aardverschuiving in april. Op deze bergflank ontvangen we Bart Scholz en Gert van den Broek. Bart Scholz was nieuwsanker en radiopresentator en wordt na de zomer een van de gezichten van het nieuwe canvas. Hij heeft zijn vriend Gert van den Broek meegebracht. Gert is de sportieve baas van onze nationale vrouwenvolleybalploeg, de Yellow Tigers. Ze houden allebei van de koers en ook van de koersfiets. Welkom in Vive le Vélo. Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris chaque deux jours pareil. En nu komt Paris wel heel dicht, hè? Nog twee dagen en we zitten aan de voet van de Eiffeltoren. Het is niet te warm hier in Valoire, maar we zitten dan ook op een hoogte van 1534 meter. En ik ga mij opwarmen aan fijn gezelschap. Welkom Gert van den Broek en welkom Bart Scholz. Bart, hoe is het om nu versleten te worden als de nieuwe boy wonder van Canvas? Heb je nog vragen, Karel? Nee. alle gekheid op een stokje. Jullie kennen elkaar, hè? Jij hebt nog les gehad van hem. Ja, bijna 20 jaar hebben we die bedenking hebben ons daar straks gemaakt. Ik heb 1 jaar sportkot gedaan. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk dezelfde knieblessure gehad ook. En op die manier, hij is dat nooit vergeten. Het gerucht gaat daar rond, of doet er ronde, dat hij geen enkele student vergeet waar hij ooit les aan gegeven heeft. En ik kan het alleen maar bevestigen. Dat is zo? Ja. Dat klopt niet helemaal, maar Bart ben ik in ieder geval nooit vergeten. En ook zijn kniekwetsuur niet, want ik ben zelf geopereerd aan mijn beide knieën. Zelfde kwetsuur was ook de reden dat ik gestopt ben zo vroeg met volleybal en zo vroeg trainer geworden ben. En we zijn elkaar later nog vrij veel tegengekomen. We zijn zelfs dit jaar nog samen gaan skiën. Hier niet zo ver vanaf. Okay. En op café voorts ook. Schets is het profiel van de student Bart Scholz. Dat is moeilijk, want hij heeft maar een korte tijd in sportkot gezeten. Hij was dus vrij ernstig geblesseerd aan zijn knie. Hij heeft aan de keuze gemaakt in januari, denk ik, Bart, om psychologie te gaan studeren. Dan hebben we het contact wat verloren. Maar na zijn studies heb ik hem wel nog gevolgd dat hij ging fietsen in Australië, overal in de wereld. En zijn we elkaar terug tegengekomen, ooit voor een benefietwedstrijd, waar de VRT-ploeg moest gecoacht worden en ik was de coach. En daar kwamen we elkaar terug tegen en sindsdien hebben we frequenter contact. Ja, ik wil jullie omschrijven als fietsers. Misschien met een ander predicaat. Bij jou plak ik erop semi-professioneel, zeer gedreven. En bij Gert recreatief. Klopt dat? Louter recreatief, absoluut niet fanatiek, maar ik amuseer me wel, maar enkel als het goed weer is en met vrienden. Dus dat zijn de beide heel belangrijke voorwaarden. En niet langs kanalen fietsen, niet altijd rechtdoor, maar heuvelend in de buurt van Leuven. Maar jij bent de competitiebeest, hè Bart? Als ik het doe, dan zit er altijd wel een beetje competitie bij. Nu, wat we gisteren gedaan hebben met de mensen van de GEC was absoluut niet competitief. Mm-hmm. En vind ik ook zeer fijn, ook van met Gert is, want het was de eerste keer dat we samen gefietst hebben eigenlijk. Hè. Ja, dit zijn beelden daarvan, hè? Mm-hmm. Ja, we zijn met de mensen van de GEC. Dit is Gert, hè? Ja, je hebt mooie fietsschoenen. Mooie pret, ja. De cadans van Froome, ja, dit, zonder klikpedalen. Ja, Yellow Tigertjes heette die schoenen. Ze zijn te verkrijgen in de speciaalzaak. Voilà. En de GEC staat dit jaar hè, in het teken van jongeren eigenlijk, die met psychische problemen te kampen hebben gehad. Bart, hoeveel overschot moet je hebben op een klim om iedereen naar boven te duwen? Dit ben jij, wel, dat deed, ja, het deed wel een beetje pijn, moet ik zeggen. Kijk, en voor de deelnemers ook. Hè. Want deze jonge dame had het even moeilijk. Maar hier komt ze. Toch tot aan de top. Het was bijna donker. Danny, nogmaals. Dat was onze Michelle die ik geduwd heb. Ja, ze heeft dat fantastisch gedaan. Dat is de essentie. Ja, echt waar. Boven geraken. Echt waar, ja. Het was een col, hè, want dan hebben ze een col. Normaal gingen ze de Croix de Fer doen, maar daar mochten ze niet op. En dan hebben ze die col eruit gekozen. Een colleke ging dat zijn. Een beklimming van gemiddeld meer dan 9% en 13 kilometer. Dus het was niet de allerbeste keuze, denk ik. Maar ze hebben het gehaald. Het was fantastisch. Dit laatste beeld is een metafoor. Hè? Absoluut. Een doel bereiken dat je onhaalbaar maakt. Ja, vind ik wel, ja. Hij is volleybalcoach, maar hij is zoveel meer. Wat doet hij nog allemaal? Want je kent hem goed. Hij is academicus om te beginnen, denk ik. Hè. Wetenschappelijk onderzoek. Publiceert nog altijd redelijk wat. Kabinetsmedewerker van minister Muiters. Coach van Kieldrecht van de dames. Van de nationale ploeg van de dames.
Het helpt niet op. Kabinetsmedewerker, zeg je. Ik heb me laten vertellen, hij is de schaduwminister van sport. Niet de schaduwminister, de echte minister van sport. Ik denk dat Bart Schot ooit verteld heeft. Zelfs die vraag gesteld heeft aan minister Muiters, denk ik zelfs. Dat kunnen, ja. Maar Gert, sport is de rode draad in je leven, hè? Altijd, ja, absoluut. Geweest. Ik heb de keuze gemaakt om te gaan studeren, sportkot te gaan doen, zoals men wel zegt. Mijn ouders waren niet altijd akkoord met die keuze. Ze hadden me liever iets anders zien kiezen, maar ik heb nog geen seconde spijt van. Ik was een gepassioneerd volleybalspeler, door blessures vrij vroeg moeten afhaken. Ik was zeker en vast geen topper. Ben dan terechtgekomen in een club als Kildrecht. En een beetje typisch in mijn carrière, wanneer ik ergens mee goed voel, dan blijf ik daar ook. Ik ben daar nu 22 jaar ondertussen. Dus, Maar ook coach van de Yellow Tigers, en dat is een ploeg die ons heel erg aangenaam verrast heeft de voorbije jaren, die ook goed op weg is naar Rio en met doelen naar Rio gaat trekken. Ja, het is een beetje mijn levenswerk. Een verlengstuk van het werk in Kildrecht. En die ploeg doet het tot op heden vrij goed. Nu, Rio is een zeer moeilijke opdracht. Ik blijf altijd relativeren, want ik vind opboksen tegen een te hoog verwachtingspatroon is vrij moeilijk. Dus ik hou dat liever bescheiden. Maar wij zijn wel ambitieus, laat dat duidelijk zijn. Want er gaan 4 ploegen van Europa naar de Olympische Spelen. En als je dan ziet welke 4 landen er al je direct kan opnoemen. Italië, Rusland, Turkije, Servië, noem maar op. Dus er is heel veel concurrentie, maar laat duidelijk zijn, wij gaan daar 200% voor gaan. Opboksen tegen een te hoog verwachtingspatroon is altijd moeilijk, zeg je. Mag ik dat al eens enten op de Tour? En enten op de figuur van Tim Wellens? Waarvan we verwachten eigenlijk dat hij een goede Tour zou rijden. Hij zelf ook, hij legt die lat heel hoog, spreekt die verwachtingen ook uit. En dat lukt dan niet. Is dat niet slim om dat te doen? Ik persoonlijk vind dat niet slim. Als je je eerste Tour gaat rijden, als je nog vrij jong bent, dan ga je de lat zo hoog leggen. Men noemt dat dan, hij is ambitieus. Ik heb ooit een triatleet weten zeggen, ik denk dat de Spelen van Athene waren, ik ga voor goud en werd 87ste. En dan zeggen ze, ja, hij is tenminste zoals de Nederlanders, hij is ambitieus. Ambitie is niet wat je zegt, is wel de vertaling die je maakt naar wat je ervoor doet, hoe je ervoor leeft. Dus laat duidelijk zijn, wij zijn heel ambitieus met de Yellow Tigers, maar ik heb een hekel aan grootspraak. En ik denk dat dat nefast is en ik denk dat Tim Wellens, ik ga niet zeggen dat hij aan grootspraak leidt, maar hij had toch beter zich wat meer afzijdig gehouden. Ik heb dat filmpje gezien met zijn vader ook. Hè. Mm-hmm. En dan voel je, want je hebt dat zelf ook gezegd na dat filmpje, die verwachtingen van die man lagen ook erg hoog. En dan vraag ik me af, is die jongen thuis, moet hij echt presteren? Mm-hmm. Zou het daar nee, ik ben ervan overtuigd dat hij er toch gaat geraken. Het is een talent, het is een jongen die hard werkt, dus we gaan hem niet afschrijven. Maar het is misschien wel een punt voor hem om een en ander bij te stellen in communicatie, om dat verwachtingspatroon naar beneden te halen en vanuit die outsidersrol te vertrekken en misschien op die manier resultaten te leveren. Maar we gaan hem zien in het ritverslag, zo meteen. Gisteravond is hier aan het wiel gedraaid. Stevige snok van Tim Krabbe, die was al aan het schaken met Dimitri Verhulst. Ze waren al een partijtje bezig, maar dan heeft hij toch aan dat wiel gedraaid en uiteindelijk kwam het terecht bij het rugnummer 158. En dat was het rugnummer van José Serra. Een Colombiaan. En laat ons maar zeggen zoals het is. Hè. Een Colombiaan met een pornosnor. Hola, soy José Serpa, corredor del equipo Lampre Mérida. 36 años y mi tercer Tour de Francia. José, encantado. Muchos corredores están cansados. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Bueno, yo creo que todos estamos después de 19 jornadas durísimas que vamos a hacer hoy. Bueno, yo creo que todos nos llega el cansancio, pero bueno, contentos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, la afición colombiana siempre nos sigue. ¿Son tus fans? ¿Son tus fans? Sí, los conozco ahora, pero igual contentos. ¿Y te llaman León? ¿Por qué? Porque este es el apodo que tengo desde que inicié mi carrera como profesional. Ah, ok. ¿Por qué le llaman León? Por el bigote. Ah, es la cabeza de un león y el pelo, el bigote. Sí. El primer día del Tour habíamos filmado cuando te estabas preparando para el contrarreloj en Utrecht con música en tus auriculares. ¿Qué música tenías? Bueno, vallenato, siempre escucho vallenato, una música nata de Colombia y bueno, de mi región. ¿Es importante para ti? Sí, porque me hace sentir en Colombia, me hace sentir cerca de los míos y bueno, era la motivación. Muchas gracias y buena suerte hoy. León, ¿eh? Gracias. Bueno, chao.
José Serpa, een zeer sympathieke Colombiaan. En over sympathieke mensen gesproken. Nieuws dat pas binnengelopen is. Greg van Avermaat en zijn vriendin Ellen zijn de ouders geworden van een bloem van een dochter, Fleur. Mijn welgemeende felicitaties en gezondheid, Ellen en Greg. Goed, de rit van vandaag dan. Startplaats is Saint-Jean-de-Maurienne. En de aankomst ligt 138 kilometer verder op de top van La Toussuire. Waar Pierre Rolland al eens won en waar Michael Rasmussen al eens won. We klimmen van bij de start. Eerste grote obstakel is de Col du Chaussy, eerste categorie. Op 55 kilometer van de finish ligt dan de zware Col de la Croix de Fer, buiten categorie. En dat is meer dan 22 kilometer klimmen. Dan is er ook nog de Col du Molard. En aan de aankomst moeten we dus naar La Toussuire. Een klim van eerste categorie, 18 kilometer, gemiddeld stijgingspercentage iets boven de 6%. Een ritje om naar uit te kijken. Ik zeg bewust ritje, het is een korte rit. Het moderne wielrennen zou meer van dit soort etappes moeten hebben, want ze zorgen altijd voor spektakel. Er is geen tijd om in te dommelen, koers maken een hele dag lang in het prachtig landschap. Al op de eerste klim gaan we ontsnappingen krijgen van Valverde en Nibali, maar dat slaan we even over, want het belang van de etappe ligt in de tweede helft. Dit is een grote vlucht, een kopgroep met onder meer Kangert, met Bardet, Kreuziger, Rogers, Herrada, Mallory, Galopin, Wellens, Tim Wellens, Rodriguez, Losada, Uran, Roland, Gauthier, Sicard, Kruiswijk, Plaza, Van Baarle, Ede, Clément, Pantano, Clement is het, de Nederlander, Cummings en Tekle Haimanot. En daar is een val van Tim Wellens. Jammer, hè? Pakt dat zakje aan en dat slaat dan tegen zijn stuur en daar ligt hij en hij gaat niet meer vooraan terugkeren. Doodzonde voor Tim Wellens die deze etappe toch wel wou gebruiken om toch nog iets van deze Tour te maken. Dan komt er een aanval van Pierre Rolland. De rest van de kopgroep wordt even later ingerekend en Pierre Rolland die wil hier nog eens winnen. Maar er komt een reactie in het peloton van Astana. Dat gaat het tempo verhogen op de Col de la Croix de Fer. En achteraan is er een moeilijk moment, een moeilijke dag zal ik maar zeggen voor Geraint Thomas. Vierde in het klassement, gaat vandaag binnenkomen op 22 minuten en helemaal uit de top van het klassement verdwijnen. Ook Warren Barguil en Richie Poort moeten eraf. Froome is hier al twee luitenanten kwijt. En dan komt er een aanval van Alejandro Valverde. El Imbatido, de ongeslagene, gaat aanvallen. En Froome die bekijkt het even en laat dan Wout Poels het werk doen. Wout Poels die een berensterke wedstrijd rijdt vandaag en gaat het gat weer dichten. Sterke Poels hoor, vandaag echt zeer sterke Poels. Technisch probleem voor Chris Froome, let op, onder in beeld. Hij blijft daar staan, stukje asfalt blijft steken tussen het kader en de rem. En hij moet even voet aan de grond zetten. Komt dan weer op gang en probeert onmiddellijk het ritme te vinden. En op dat moment gaat Nibali aanvallen. Nibali profiteert van de situatie en demareert. Froome moet in de achtervolging. En let op de supporter rechts in beeld. Ambetante vent. Blijf thuis als je maar dit kan doen langs de kant van de weg. Froome komt hier weer aansluiten. Bij Quintana, bij Contador, bij Valverde, bij Bardet en bij Maika. Nibali is ondertussen vooruit gaan rijden. Dat zag u daar al. Boven op de Col de la Croix de Fer, Pierre Rolland. Die pakt daar belangrijke punten. Nibali volgt boven op 1-0-4 van Pierre Rolland. Belangrijk, Romain Bardet gaat hier als derde boven komen. Dat ga je in een volgende beeld zien. En Bardet pakt daar belangrijke punten. Komt daar door als derde, zoals ik zei. Pakt daar 16 punten. Neemt hier de bolletjestrui over van Joaquin Rodriguez. Net voor de top van de Col du Molard, dat is het colletje dat daarop volgt, komt Nibali aansluiten bij Pierre Rolland. Nog 35 kilometer, de voorsprong bedraagt 2 minuten op Froome en zijn gezelschap. Dit zijn de haarspeldbochten in de afdaling van de Col du Molard. Een kilometer of 5 dalen en dan wacht de slotklim naar La Toussuire. Aan de voet van die slotklim laat Nibali Rolland onmiddellijk achter. De Fransen mogen de hoop op een nieuwe ritzege opbergen. Rolland blijft achter, Nibali is gaan demareren. Maika dan in de aanval, niet in de aanval, eigenlijk tempo maken in het groepje der favorieten. Daar zitten onder meer Froome en Quintana nog altijd bij elkaar. En dit is Vincenzo Nibali. Dit gaat nog altijd goed hoor, 8,9 kilometer. Hij loopt verder uit op de groep met Froome, 2,23. En op het moment dat je denkt, de andere favorieten die gaan samen over de streep lopen, dan komt er toch nog een aanval en dan gaat Michel Wuits zingen. Onze kleine man uit Colombia, ja, die nu vertrekt. Daar heeft hij een piepengaatje gevonden. En de ander heeft ook een gaatje gevonden onmiddellijk. En wie kan er volgen? Tikkeding, 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 ting, ting, ting. Dan toch. Nee. Nog eens recht op die trappers. Tenzij nu. Ja, maar Froome zit neer. Hè. Hij moet zich niet gaan neerzetten, hij zit neer. Hier de mannen die achtergebleven zijn met Mollema, met Pino, met Geesink. Die in zijn werkmanstijl probeert weg te rijden. Nog een versnelling van Quintana.
Superman in de buurt. Laat ons hopen dat hij hem kan helpen. Oh, zij zijn achtergebleven. De Spanjaarden liggen eraf. Spanjaarden liggen eraf en Froome is alleen. Quintana nog voor hem uit. Hoe ver is hij voor hem uit? Dit is weer even dat beeld van die Quintana die lelijk tekeer ging op Semnoz. Dat is mooi. Mooi om naar te kijken. En wie breekt nu het eerst? Want je moet het natuurlijk kunnen doortrekken. Contador is aan het claudicare. Waggelen. Met hem de rest. Het zijn lijken die naar boven proberen te komen. Quintana nu op 1.19. Opgelet, in 3 kilometer kan nog veel gebeuren. Zit er wat verval op Froome? Begint nu wel op de trappers te lopen. Is dat een veegteken? 16 seconden. Je ziet hem niet meer, hè? Nee, dat is een belangrijk punt natuurlijk. En nog maar eens op die trappers met zo'n tussenversnelling van 5, 6 pedaalsloot te stoten. Klein tussenmomentje van machteloosheid. Ik ben ervan overtuigd dat hier meer in gezeten had, meneer Quintana. Zoals je nu tekeer gaat. Zet Froome op 25 seconden. Vincenzo Nibali, de Italiaanse kampioen, redt de eer en doet ook een goede zaak in het klassement. En kijk eens naar die ontlading. Ja, dag meneer Vinokourov, hier ben ik. Ik win de etappe hierboven op La Toussuire. De Italiaanse kampioen met zijn eerste etappezege in deze ronde van Frankrijk. Het is zijn vijfde in totaal, want vorig jaar won hij er 4, Vincenzo Nibali. Dan de aankomst bekijken van Nairo Quintana. Die gaat binnenlopen op 44 seconden van Nibali. Maar wat belangrijker is, is wat is zijn voorsprong op Chris Froome. Froome komt hier over de streep op 1.14 van Nibali. Dat is op 30 seconden, halve minuut van Quintana. Hij pakt 4 seconden bonificatie, Quintana 6. Dat betekent dat Quintana 32 seconden goed maakt op Chris Froome. En nu op 2.38 komt te staan. Je weet maar nooit met wat morgen nog komt, hoor. Hij wordt onmiddellijk opgevangen door de verzorgers en je ziet dat hij diep is gegaan. Dit is de aankomst van de groep met Pinot, Bardet, Valverde, Mollema, Gesink, Contador en Samuel Sammy Sanchez op 1.42 van Quintana. Nibali heeft ritten gewonnen in alle grote rondes. 5 in de Tour, zoals ik al zei. 4 in de Giro en 1 in de Vuelta. 10 stuks in totaal. En Romain Bardet mag de bolletjestrui aantrekken, maar het is bijzonder spannend. Bardet heeft 90 punten, Froome 87 en Rodriguez 78. Als de favorieten het morgen onder elkaar uitmaken op Alpe d'Huez, zou het toch nog kunnen dat deze Froome ook de bolletjestrui pakt. 28ste gele trui voor hem. Eerst over de ritwinnaar, Nibali. Is dit een zege van de gramschap? Toch. Ik zou er niet tevreden mee zijn, na vorig jaar natuurlijk. Hè. Maar hij was blijkbaar heel gelukkig. Ja, je zag de zegengebaren. Ja, dan zijn we gelukkig voor hem. Maar maakt voor hem wel veel goed, denk ik, maar maakt niet zijn Tour goed. Laat dat duidelijk zijn. Hij is met andere ambities gestart. Maar op dit moment moet dat toch meer dan een pleister. Maar je zag dat hij heel gelukkig was. Hè. Dus ik... Dat zal hem wel geraakt hebben, hè, wat er op hem af is gekomen de voorbije weken. Heel veel kritiek. Kan dit doordat hij op 8 minuten stond van Froome in het klassement? Zou hij anders nooit die vrijgeleide gekregen hebben? Zou zijn vroeger zijn gaan halen? Dat denk ik wel. Want stel dat Quintana daar meespringt, dan zou het wel een ander verhaal zijn, denk ik. Hè? Mm-hmm. Dat denk ik wel. Jullie stonden op de goede plek, hè? Ja. Jullie stonden op de plek waar hij is gaan demareren. Ja. Voor onze neus. Want natuurlijk wel de materiaalpech van Froome niet gezien. Nee, maar dat wisten we eigenlijk op dat ogenblik niet. Maar we zagen wel het beslissende moment. Wij zagen Nibali vertrekken en waren eigenlijk aan het kijken van nu moet Quintana volgen. We zeiden nog tegen elkaar, nu moet Quintana volgen. Ja, want ik begrijp het eigenlijk niet dat de rest, want we zagen daarna in een van de campers op het tv-scherm dat de rest bleef zitten en daar begreep ik eigenlijk niks van. Mm-hmm. Hier gaat hij, net op de plek waar jullie staan, rijdt hij weg uit dat groepje. En Froome die is op dat moment al achtergebleven. De demarrage met toch wel de nodige panache. Daar zit wel iets op bij Nibali. We gaan hem ook eens laten reageren, want die kritiek, zoals ik al zei, die heeft hem toch wel zwaar geraakt, hoor, echt. Le critiche magari sono anche costruttive per cercare di tirare fuori quella rabbia, quel morale. E in quest'ultima settimana di rabbia ce n'era tanta perché dopo un po' di sfortuna, magari di gambe che non erano a posto, oggi con la squadra siamo partiti molto concentrati già da questa mattina. Ed eravamo presenti su tutte le fughe, però l'obiettivo era quello di fare veramente una vera battaglia sulla Croix de Fer, una salita importante, una salita difficile dove vai a quota 2200 metri, quindi dove le gambe diventano molto pesanti anche per poter scattare.
fase, die passage over de kritiek, toch even naar de coach doorspelen. Is dat ook iets wat je graag gebruikt dan in een kleedkamer? Als er kritiek komt op je groep, probeer je dat te kanaliseren naar een positief punt? Ik probeer zelf soms in conflict te gaan met mijn groep op die manier bewust te prikkelen. Ja, soms is dat wel bewust. Even goed confronteren, prikkelt hen, maakt hen scherper. Ik ga minder artikels uithangen op een deur van een kleedkamer. Mm-hmm. Ik ga anderen niet gebruiken om mijn ploeg te motiveren. Ik ga dat zelf doen. Ik ga dat doen met beelden uit hun eigen prestaties. En soms zijn die scherp, soms zijn die, zoals ik juist zeg, confronterend. Ze hebben dat niet graag. Maar ik zie wel dat het bij topsporters, echte topsporters, wel werkt. En dat zie je ook hier bij Quintana. En bij Nibali. En bij Nibali, ja. Die paar procentjes extra, ook al is de vorm dan misschien niet 100%, maar toch kan je daar iets uit halen. Ook als duursporter. Ja, als je vandaag die beklimming ziet, dat is ongelooflijk veel talent hebben, maar ook echt karakter hebben, kunnen doorzetten. En die paar procentjes doorzetten, die maken heel veel verschil op het einde. Mm-hmm. De eerste barsten in het panzer van Chris Froome. Het is natuurlijk laat, hè? Ja. Kan het nog volgens jou? Straf. Het zal afhangen van morgen, maar ik denk... Ja, natuurlijk kan het zeker nog. Het is zoals je zei, 2,5 minuut ongeveer. 2,38. Het is veel. Maar stel dat hij een inzinking krijgt en Quintana een superdag heeft. Het is niet uitgesloten. Hè? Als je ziet hoeveel Quintana bijvoorbeeld die laatste kilometers nog terugpakt op Nibali. Hij zal moeten gaan op de eerste klim al. Hè? Er zijn morgen twee grote klimmen, de qualifier van de andere kant en Alpe de West. Hij mag niet wachten tot op de slotklim. Nee, maar waarom gaat hij nu eigenlijk niet mee? Zeer vreemd, hè? Dat is de vraag die mij ook stelt, ja. Ja, ik denk dat hij een beetje zijn had. Omdat Froome, maar dat vind ik echt onzin. Hè. Als Froome door een toeschouwer of weet ik veel wat, hè, zoals vroeger gebeurd is met Ulrich en Armstrong, dat is een ander verhaal. Maar hier, als het een schakelprobleem is, ten eerste weet hij dat niet op dat ogenblik, denk ik. De ploegleiders, als het er echt over gaat, dan moeten ze maar het in zijn oor zeggen. Maar op dat moment, hij zit er misschien achterop, maar hij weet niet dat Froome problemen heeft, denk ik. Of toch niet onmiddellijk. Laat duidelijk zijn, fair play is enorm belangrijk in sport. Mm-hmm. Zeer cruciaal. Ik vraag nooit aan mijn speelster om te reclameren tegen scheidsrechters. Mm-hmm. Maar pech en geluk zijn inherent aan sport en maken sport juist onvoorspelbaar en dus interessant. En zeker aan de koers. Pech is een deel nu geweest bij Froome. Dus als je in Parijs-Roubaix gaan wachten op iemand die lekker rijdt, ja, dan krijg je geen koers. Dus ik ben daar heel categoriek in. Quintana had moeten meegaan, als hij kon. Nu, Froome apprecieerde het wel niet dat Nibali het gedaan had, hoor. Ja. Ik herhaal, pech en geluk zijn deel van een sport. Dit hoort erbij. Materiaal, pech is een deel van de pech. Het gaat er zo hard aan toe. Hij moet zelf Froome in het begin tegen Bakelands met een elleboog. Is daar de bus binnengevlogen bij Nibali. Ik bedoel, hij staat geweldig scherp, maar dan moet je niet komen klagen als je iets terugkrijgt. Hè? En toch doet hij het. Luister. There was a moment out on the road where a piece of tire got stuck between my brake calipers and my back wheel, and almost as if someone had just jammed on my brakes. I had to stop and dislodge that before carrying on. But that was the moment I think that Nibali chose to attack, unfortunately. How did you view that attack? Personally, in my opinion, I think that's pretty unsportsmanlike. He had the whole climb to attack and to choose the moment when I had the mechanical. You certainly wouldn't find me attacking a race leader like that. Was there any point in this stage where you were worried when Quintana was gone? Yeah, I mean, certainly. I mean, Quintana's obviously, he's the guy I need to watch out for in this race. And I think we all knew he was going to make his big move today. And for me personally, it was about trying to limit the losses, trying to go into time trial mode and just try and save as much energy as possible, but without losing too much time. Ja, ik wil een vraag stellen die aansluit op het eerste deel van zijn antwoord. Welke ploeg was aan het rijden na de zware valpartij op weg naar Hoei, toen er nog geen neutralisatie was? Sky. Mm-hmm. Met Luke Rowe. Dat was ook niet sportief dan, hè? Maar nee. Dan moet je niet gaan klagen over anderen. Maar nee, tuurlijk niet. Ben ik het gaat mee. Hier niet over sportief of onsportief. Dit is een deel van de sport. Pech is een deel van de sport. Ik vind het veel erger wanneer iemand de deur dicht doet tijdens een spurt. Mm-hmm. Dan bedreig je bijna het leven van uw collega. Dit kan absoluut niet door de beugel. Hier gaat het over iets helemaal anders. Het gaat dus, voor mij is het niet onsportief. Het gaat over de definitie van sportief. Plus, hoe kan Nibali weten op dat ogenblik dat er een stuk asfalt tussen zijn achterrem en wat ook? Dat weet op dat ogenblik weet hij dat toch niet? Waarschijnlijk niet. Dat is waar. Zijn ploeg was niet sterk vandaag. Behalve Wout Poels, die een fantastische wedstrijd rijdt, fantastische etappe heeft gereden. Maar Poorts, Thomas, dat zijn de luitenanten die hem heel lang moeten bijstaan bergop, die zijn er doorgezakt om de een of andere reden. Beetje vreemd, hè? Maar als er één reden is waarom Quintana op tijd moet vertrekken morgen, is omdat het ploeg
Froome niet meer kan steunen. Misschien morgen wel, ik weet het niet. Maar dat is de reden om er vroeg vandoor te gaan. Dus eerst moet Movistar een moordend tempo ontwikkelen om heel die ploeg kapot te rijden. De ploeg kapot te rijden en dan Quintana het laten afmaken als het enigszins kan. Hè. Maar het is, dat tijdsverschil is wel mogelijk met wat er morgen nog voor de wielen komt, denk ik. Hè. Mm-hmm. Wat er dan gebeurt in de achtergrond, dat weet je ook niet altijd. En dat kom je dan s'avonds meestal te weten. Een van die luitenanten van Froome is ook Leopold Koenig. En die is zwaar ten val gekomen in de afdaling van de Croix de Fer. We hebben daar beelden van op de fiets. GoPro beelden. Let maar eens op, hè. Op. En zo ga je dan tegen de vlakte in de afdaling van de Croix de Fer. Blijft ook een ploegmaat onmiddellijk staan. Nee. Ja, spijtig moment, maar Koenig was op dat moment wel al gelost. De eerlijkheid gebiedt ons om dat te zeggen. Nu, die groepsdynamiek, die ploegdynamiek, die speelt wel. Hè. Als de kopman het goed doet, dan zie je dat sommigen boven zichzelf uitstijgen. Die dynamiek lijkt een beetje weg. Oh, dat zou ik niet zeggen. Ik denk gewoon het einde van de Tour. Een aantal van die atleten zitten erdoor. Die renners kunnen even niet mee, maar ze zijn volgens mij wel in de winning mood. Dus ik zou daar de reden niet op geven. Ik denk gewoon hier de wet van de sterkste die speelt na zo'n lange rit, na zo'n lange Tour. En hier krijg je een afvallingskoers. Maar zit mentaal ook niet iedereen op zijn tandvlees? Hè? Na bijna 3 weken koers op dat niveau, dan denk ik van jongens toch... Ja, maar ik zou dat niet linken. Ik zou dit puur fysiek houden en minder mentaal. Ja. Ik denk dat hier gewoon de renners fysiek totaal vermoeid zijn. En ja, de lastigheidsgraad van de Tour en de hitte, want, die combinatie is dodelijk. Het mentale voordeel zit toch volledig bij Sky. Ze zijn het winning team op dit ogenblik. Dus daar zou ik het eerder niet gaan zoeken. Ik zou het puur bij het fysieke leggen. Ja. Gert, wat denk jij als wetenschapper, want je zit in die wereld van Froome. Er wordt zoveel over gezegd en beweerd en gesuggereerd en geïnsinueerd. Wat denk jij? Ik ben juist vrij scherp geweest voor Froome door zijn reactie dat de uitval van Libre onsportief zou zijn. Hier ga ik hem fel verdedigen. Ik vind wat er gebeurt, wat over hen heen is gekomen, vind ik respectloos. Het is iemand die zeer professioneel met zijn vak bezig is. Ik geef hem zeker het voordeel van de twijfel. Het enige wat mij een beetje gestoord heeft, dat hij zo onwetend deed over het bestaan van ketonen. Ik weet het niet. Het zal dan zo wel zijn. Ik ga niet oordelen. Ik weet niet wat hij weet en wat hij niet weet. Maar, wat weet jij over ketonen? De naam is mij niet vreemd. Voor volleybal is het zeker niet relevant dat dat duidelijk zijn. Maar het begrip of de ketonen waren mij al vroeger bekend voor deze Tour. En we weten dat het Team Britain in de Olympische Spelen en dat er in de universiteit in Groot-Brittannië heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt daar rond. En op een zeer individueel niveau. Die wetenschappers gaan niet naar buiten komen met die resultaten. Die houden die zolang er daar een winst kan geboekt worden. Wanneer die winst niet meer kan geboekt worden, dan pas gaan ze het publiceren. Dus het is wel degelijk gekend in Groot-Brittannië. Ja, dat zijn de extraatjes die een land dan heeft. Hè? Want het gaat echt om een land. En Dave Brailsford, dat was ook de teammanager van Team Britain voor het piste gebeuren in de Olympische Spelen van Londen in 2012. Dus als ze het daar al gebruikt hebben en het verschil kunnen maken hebben met die ketonen, die voor alle duidelijkheid geen doping zijn. Ja, dat wil ik ook juist zeggen. Ja. Dat zijn geen hormonen, dat zijn gewoon voedingssupplementen. Dus dit is absoluut geen doping. Dit is een wetenschappelijk voordeel. Dus wat dat ze mogen hebben, en dat moeten ze ook niet afgeven. Ik begrijp het ook wel dat ze dat niet kenbaar gaan maken. Maar je denkt wel als ze gebruiken. Ik zou er niet van verwonderd zijn, moesten ze dat niet gebruiken. Het wordt al langer gesuggereerd. En er is, laat dat duidelijk zijn, absoluut niks fout mee. Mm-hmm. En er is ook niks fout mee om te ontkennen dat ze zouden gebruiken. Want dit is puur legaal, dit kan. En je moet je concurrentie niet sterker maken als zij dit nog niet kennen en nog niet gebruiken. Dan is dat een probleem. Nu, de gevolgen van alle verhalen en alle speculaties zijn natuurlijk dat Froome het lastig heeft op Franse wegen. Hè. Je ziet die ene mens daar het gebaar maken, het wegwerpgebaar. Eigenlijk vreselijk om te zien, hè? Afschuwelijk, afgrijzelijk, degoutant. Hier is het nog enkele een gebaar dat getoond wordt. Ik heb het niet gezien, want ik was in het buitenland met de Yellow Tigers. Maar ik heb van zak urine gehoord. Ik heb urine. Vandaag werd hij bespuwd. Kijk naar het volgende beeld. Let op de man met het witte t-shirt. Daar rechts in beeld, witte t-shirt en het hoedje. En hij spuwt echt naar Froome. Je gaat het hier nog eens zien. Ja, vergeef mij de uitdrukking, hoor, maar dit is echt crapuleus. Absoluut. Dit is crapuleus wat die man daar doet. Vind ik ook. En je mag toch niet vergeten, als je ziet, want ik zeg daarnet van, hè, met de elleboog richting Bakenland en dan de bus binnen bij Astana, wijst ook op dedication, hè, en de grinta waarmee hij die Tour wil winnen. Ik lees dan verhalen dat hij vroeger ging trainen in Zuid-Afrika met 6 flesjes water om maar niet te moeten stoppen aan de winkel. Ik bedoel, dat zegt ook wel iets. Zijn gewicht, wat hij daar allemaal voor doet. Dus de wattages, zoals ik het nu begrijp, per kilo, zijn niet van die orde om echt te gaan denken, oké, dit is heel verdacht voor Froome, gezien het verleden. Dus ik vind het schandalig. Je hebt de reacties van supporters, maar je hebt ook de reacties van oud-collega's
die gewoon zat de klap vertonen, die zitten te vertellen. Ja, vooral de Fransen. Ik denk aan Jalabert en zo verder. En Vasseur, die hebben er goed olie op het vuur gegooid. Ja. Moet je nu op Alpe d'Huez om de 30 meter een Stewart gaan zetten of is dat onhaalbaar? Je hebt er wel wat nodig. Goeie vraag. Hè? Dat zijn er 60 per kilometer. Want nu staan er toch agenten om de... Hoeveel meter is het? Om de 50 meter, dacht ik. Wat, je kan dat niet doen, hè. Maar ik vind wel de verantwoordelijkheid van zo'n mensen als Jalabert en de Franse media... Die dragen daar wel een enorme verantwoordelijkheid. Want je kan dat wel keren, denk ik, hè. Als de voorbeelden het anders gaan stellen. Je mag je wel vragen stellen, natuurlijk. Mag je zeker doen, maar niet op die manier, denk ik. Het mooie van de dag van vandaag is de bereikbaarheid van die atleten. Je zit er zo kort bij. Als je dat geld moet afgeven als sport, dan ben je veel kwijt. Ja, nee, dat is de kracht van de koers. Ja, dus dit is niet aan de orde. Maar het zijn altijd enkelingen. Of nu in het voetbal is of in het wielrennen. Die de sfeer verpesten, maar laat duidelijk zijn dat die... Hoe crapuleus de daad ook was, dat spuwen, Froome trekt er zich niks van aan. Want hij heeft het niet eens opgemerkt. Zo zat hij in de zone. At 1700 meters, we saw a French guy spitting at you. Oh, you're worried about your safety tomorrow on Alpe d'Huez? I didn't actually see that, but I must have been in the zone. But no, not worried about the safety. I think there are going to be great crowds up on top of Alpe d'Huez. It's obviously one of the most iconic climbs at this year's tour, and I'm really looking forward to it. Ja, voor ik de boekhouding doe over deze rit, nog één vraagje. Zou Quintana nu met spijt in zijn bed kruipen, volgens jullie vanavond? Ik zou met veel spijt in mijn bed kruipen als ik Quintana was. Ik denk dat hij nooit beseft heeft dat ook Froome kwetsbaar is. Dus ik hoop van wel. Maar hij moet dat toch gezien hebben op een ogenblik. Hij hangt daar 20 meter voor Froome. Op dat moment moet je gaan, moet je niet twijfelen. Hè? Ja, maar misschien had hij al gevoeld van Froome is echt wel sterk hier en hij komt naast mij rijden, hij intimideert me en... Hij gaat toch terugkeren. Ik ga hier niet die move maken en mijn eigen klassement op de helling zetten. Want het was nog van ver natuurlijk ook. Ja. Het is ook een deel van de koers, de schijn hoog houden, dat je altijd fris zit. Voilà. Dus daar is hij perfect in geslaagd. Dan gaan we dadelijk nog eens op door, op de psychologie van de koers. Maar eerst de rituitslag en het algemene klassement voor het slotweekend. Nibali wint dus de rit voor Quintana, Froome, Pinot, Bardet, Valverde, Mollema, Gesink, Contador en Sanchez. Pauwels is binnengelopen als 21ste op 9.52. Thomas dus op 22 minuten als 53ste. In het klassement Froome op kop nog altijd. Nu op 2.38 volgt Quintana, dan op 5.25 Valverde. Nibali op 6.44, Contador op 7.56, dan Gesink op 8.55. Frank op 12.39, Mollema op 13.22, Bardet op 14.08 en Roland is tiende op 17.27. Quintana pakt dus 32 seconden terug en Pauwels is eerste Belg op 26 minuten, weliswaar 13e. Thomas zakt van 4 naar 15. Ja, opvallende wijzigingen toch in dat klassement en morgen misschien nog meer wijzigingen. We gaan eerst eens luisteren naar een van de Nederlanders in het gezelschap, een van de Nederlanders in de top 10. Ze rijden morgen naar de Nederlandse berg, naar Alpe d'Huez. Ze staan daar met Gesink en met Bauke Mollema. En die Bauke Mollema die heeft alles van Blikschotten en die heeft al gepraat met Lieve van Gils vanavond een uurtje geleden of zo. We gaan daar naar luisteren. Ja, Bauke Mollema. We hebben de voorlaatste bergrit achter de rug in deze Tour. En dat was de beste, denk ik, hè? Voor jou ging goed vandaag. Ja, denk het ook, ja. Ja, was goed. Zeker de afgelopen dagen. Toen had ik het heel zwaar. En, gisteren ook, geloof ik, hè? Gisteren had ik echt een slechte dag. En moest ik echt in die afdaling van een Glandon een serieuze inspanning doen om überhaupt nog terug te komen. En vandaag gelukkig goed hersteld daarvan. En blij dat ik met de favoriete boven kwam. Jij komt echt met de beste boven. Ja, dus hopelijk morgen nog een keer op Alpe d'Huez. Maar het is wel op zijn Mollema's. Ja. Dus knokken, zwoegen, buigen, maar weigeren te barsten. We zien hier een paar beelden. Jij bent de nummer 141, hè? De voorlaatste hier. Ja, het is een beetje mijn stijl. Hè? Ja, ik heb nooit de schoonheidsprijs, die ga ik niet winnen, denk ik. Hoeft maar, ook niet, hè? Als het maar hard gaat, dat is het belangrijkste, denk ik. Het is Han Kok, mijn collega bij NOS, die hoe noemt hij je? De Escartin. Ja, daar lijkt het wel op. Hè. Mancebo heb ik ook wel eens gehoord. Ah ja. Maar dit is een beetje mijn stijl. En goed, ik kan daar verder ook niet veel aan doen. Nee, maakt niet uit. Als je maar vooruit komt. En het levert vandaag ook wel iets op. Hè. Je schuift dus op naar de 8e plaats. Ja. Vorig jaar was je 10e zeker. Het jaar daarvoor 6e. Je kunt zeggen mooi. Maar je kunt ook zeggen... Is het wel waard? Zo zou je het ook kunnen formuleren. Nou, op dit moment wel. Ik ben wel blij dat ik nu voor het derde jaar op rij toch goed erbij zit in de top 10. En
ja, dat is, van tevoren was dat het doel ook om daar te finishen. En ja, daar ben ik gewoon 100% voor gegaan. En ja, de renners die voor me staan nu, die zijn denk ik gewoon sterker ook. Frank, die hoop ik nog te pakken morgen. Dat zou mooi zijn. Ja, willen jullie nog proberen in te halen? Ja, het vandaag een slechte dag. Dus, en jij een goeie, met die binnen van vandaag moet het lukken. Ja, dat hoop ik wel. En goed, 7e, 8e, Bardet rijdt trouwens ook nog sterk. Die staat achter me de afgelopen dagen. Maar ja, ik ben gewoon een klassementsrenner. En goed, misschien komt er nog in de toekomst een keer een tour dat ik wel zo ga rijden. Maar denk je erover na om het geweer van schouder te veranderen? Nou, het zou kunnen, maar op dit moment ben ik gewoon blij met hoe het gaat en met mijn niveau. En het is ook niet eenvoudig om zomaar te switchen en voor etappes te gaan. Want ja, zoals je nu rijdt natuurlijk, je zit vast in je klassement, hè. Daardoor is het bijna onmogelijk om een etappe te winnen, omdat je zo goed gerangschikt staat. Ja, dat klopt. Dan moet je echt de eerste week al een half uur verliezen. Ja. En dan ben je ook nog fris. Want kijk, als je nu 2,5 weken lang voor het klassement vecht, dat kost natuurlijk heel veel energie. En dan kun je ook niet voor ontsnappingen gaan. Want dan kom je jongens tegen zoals Maika, Pino, nou, Bardet dan in iets mindere maat. En dat soort jongens, wat gewoon hele sterke renners zijn. Maar ja, die hebben een paar dagen rustig aangedaan. Juist. Dus die zijn nog fris en die rijden dan ook niet zomaar af. Heb je die column gelezen van Thijs Sonneveld? Die zegt, wat vind je ervan? Heeft hij een punt? Hij zegt, hij is te goed, Bauke Mollema, om de Nederlandse Aymar Zubeldia te worden. Hè? Dus een renner die er ook altijd aan hing, maar nooit echt iets won. Vind je dat hij een punt heeft? Nou ja, goed, het is maar net wat je een goede prestatie vindt. Ik denk dat de top 10 rijden in de Tour, dat al een hele grote prestatie is. Absoluut, en, respect. En tuurlijk, hij schreef het ook met respect, hè, geloof ik. Ja, nee, dat klopt. Dat zeker. Maar ja, ik zou graag in de toekomst een keer een etappe winnen. Alleen dan, ja, ik ben wel realistisch dat ik misschien niet die explosiviteit heb om die renners er allemaal op te leggen in een sprint. Dus dan moet het inderdaad op die andere manier. Ja, ik snap het. Is het waar dat Richie Porte in het begin van de rit bij jou gekomen is om te zeggen, probeer er niet vandoor te gaan, want we halen je terug? Dat je kan intimideren? Ja, maar ik probeerde mee te springen met de kopgroepjes op de eerste klim. En toen zei hij al van, we gaan je terugrijden. Dus goed, dan luister ik ook daarnaar. Dan luister je naar Sky? Ja, nou kijk, ik had wel door dat niet alleen Sky, maar ook andere ploegen het kort wilden houden. Dus goed, ik wilde niet mijn klassement gaan verspelen vandaag door gekke dingen te gaan doen. Dus achteraf ben ik blij dat ik dat niet heb gedaan. Goed, nu nog even Froome. Je hebt een hele dag in zijn buurt gereden. Hè? Hij zat snel alleen. Hè? Zie jij bij hem verval? Nou, ik zag hem wel iets minder vandaag vergeleken met eerdere bergetappes. Ja. Maar goed, het is maar één dag en hij heeft nog steeds een ruime voorsprong. Dus ik denk wel dat hij het gaat houden morgen. Ja, hij wint de Tour. En Quintana, heeft hij nog wat overschot? Want die heb je nu ook goed gevoeld vandaag, dicht bij jou. Mm-hmm. Ja, hij zal het morgen wel proberen. Ik denk niet dat hij er dicht gaat rijden. Ik denk, Sky had vandaag wel een mindere dag als ploeg. Ja. Alleen Poels zat er op een gegeven moment nog bij. Mm-hmm. En goed, dat is natuurlijk ook in het voordeel van Movistar en de andere toppers. Maar ik denk, morgen is een korte rit, dus die zullen nog wel één keer gaan staan. Dus jij gelooft er niet in dat die Froome dat hij er nog zo doorzakt? Denk ik niet. Goed, zie dat hij er zelf maar niet doorzakt. Nee. Maar dat gaat niet gebeuren als we je vandaag bezig zagen. Oké, even tekenen. Gaat het zo, Bouke? Ja. Ja. Het truitje van gisteren is gewonnen door Wim Verboven uit Geel. En voor dit truitje moet u sms'en Fievelen verloor naar 4342. En aan de tafel nog even een Bouke. Dus goed, als ik je goed begrepen heb, dan wint Froome de Tour. En waar ga jij eindigen? Morgen op jullie berg, hè? Doet dat je wat dan? Stuurt dat je vooruit in Nederland? Zeker wat, ja. Ik heb ook veel vrienden en familie die er staan. En al die Nederlanders sowieso. Dus dat is wel echt heel gaaf. Ik heb twee keer eerder een koers opgereden. En dat is wel een heel mooi gevoel als Nederlander. Dus ik hoop zeker wat te laten zien. En dan hopelijk nog 7e worden. Dat zou mooi zijn. Dus heel veel succes. Bedankt voor je tijd, Bouke. Dankjewel. Doet goed, hè? Ja, Bouke Mollema. Hoe meer ik hem zie, hoe meer ik aan de jonge Briekschotten moet denken. Elke keer opnieuw. Goed, die tafel van Lieve, die kunt u ook nog altijd bij u thuis zetten. Maar dan moet u gaan bieden. Via sporza.be kunt u bieden. En er staan al heel veel handtekeningen op die tafel, hoor. Kijk maar eens mee. Sagan staat erop, Van Marken staat erop, Stibar. We gaan Nibali zien passeren. We gaan Martin zien passeren. Van Avermaat, Greipel, Cavendish. Allemaal mannen die getekend hebben, die tafel gesigneerd hebben. En dit is dus een collectors item. Een uniek stuk dat bij u thuis kan staan. U kunt bieden via sporza.be. Daar staat een link naar de veiling.
De tafel staat nu op 8.500 euro en het bedrag van de veiling gaat integraal naar Kom op tegen kanker. Dus laat u niet kennen. Ideale tafel, maar koeken om een polonaise rond te dansen, dat weten we. Oké. Okay. Lucien Zino is geboren in Alban, een bergdorp hier vlakbij in de buurt. Ze heeft een missie. En dat is aan alle mensen en aan iedereen vertellen hoe het leven in de bergen is en vroeger ook was. En ze doet dat op haar eigen manier als schrijfster met hele mooie woorden. La montagne donne de l'essence aux mots, donne de la puissance. Quand on vit en montagne, on s'exprime en superlatif. J'ai écrit plusieurs livres. Le thème, c'est mon pays, c'est Alban, c'est la montagne. Il faut comprendre que souvent, ce sont des gens de l'extérieur qui écrivent sur la vie des gens de la montagne. Ce sont des intellectuels qui écrivent la vie des paysans. Ils la voient comme ça. Ma mère était une paysanne qui écrivait sa vie sur des petits morceaux de papier. Et mis bout à bout, ces petits morceaux de papier racontaient la vie des gens d'ici. J'embarrassais ma mère par tous les chemins. Je voulais seulement courir derrière elle, toujours. De bon matin au retour des chalets d'alpage, dévalant les prairies perlées de rosée, je sautillais de pierre en pierre, jouant de mon équilibre à chaque pas. Alban, c'est le pays qui m'a faite, un petit village accroché à la pente. Si haut perché que les hommes devaient toujours marcher courbés pour ne pas cogner la tête aux étoiles. Et les femmes aussi marchaient courbées. Elles marchaient courbées sous la charge. Elles portaient toujours sur le dos une hotte, un peu comme la hotte du Père Noël. C'est un pays qui est resté très longtemps isolé et donc les gens allaient à pied. C'est un village que l'on gagnait à pied jusqu'en 1951. La route n'est parvenue là-haut qu'en 1951. Ainsi, je devenais bergère à mon tour. Je n'avais jamais quitté ma mère. Mon univers se cantonnait aux champs et aux bois alentour du village. Ici, c'était si grand, des espaces inconnus aux confins invisibles. Finir ma vie, je préférerais la finir ici, parce que c'est ce lieu qui m'a formée. Par exemple, un lieu emblématique pour moi, c'est la Grande Chible. Tu vois le sommet là-haut? C'est mon Everest. Si je dois finir, comme en Himalaya, on jette les cendres comme ça, on les jette dans la Bagmati sacrée, eh bien moi j'aimerais bien que mes cendres soient là-haut, sur mon Everest, sur la Grande Chible. Ja, prachtige beelden, gefilmd hier aan de voet van de Galibier. Gert, zou je graag ploegleider zijn in het wielrennen? Oei, een vraag dat al niet aan de een coach zal daar toch wel eens bij stilgestaan hebben. Ja, ik vind het een fascinerende sport, maar ik denk dat het een heel moeilijk te coachen sport is. Wat je wel natuurlijk een meerwaarde kan krijgen als je ploeg goed kan doen samenwerken. En dat is de essentie van sport, teamsporten. Ploegen doen, mensen doen samenwerken. Dus aan de ene kant wel, ja. Maar het is een job weggelegd voor mensen die de métier door en door kennen. Dus voor ex-wielrenners, denk ik wel. Misschien is het een moeilijke vraag, hoor. Maar stel dat je nu ploegleider bent van BMC. Ze hebben daar al een paar jaar problemen om Greg Van Avermaat en Philippe Gilbert samen te laten rijden. Is daar een oplossing voor? Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Maar het cruciale is wanneer gaan mensen hun individuele belangen aan de kant schuiven voor collectieve belangen. Dat is een absolute voorwaarde om dat te kunnen doen? Ja, ik denk dat je een congruentie moet gaan zoeken tussen het collectief en het individuele. Wanneer hebben ze allebei een win-win situatie, zoals in de business uiteindelijk. Mm-hmm. En die heeft men duidelijk niet gevonden. Nu, in een ploeg mensen doen samenwerken is makkelijker omdat een ploeg wint. In de koers, ja, een ploeg wint niet, een individu wint. Dus het maakt het wel wat complexer. Nee, maar toch heb je zo'n situatie. Mochten die twee samenrijden in de Ronde van Vlaanderen en ze zijn verstandig genoeg op een bepaald moment, dan hebben ze allebei een kans om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Terwijl ze, als ze alleen rijden in de Ronde van Vlaanderen, ja, die kans echt minimaliseren. Maar ik denk dat er persoonlijkheden zijn die per definitie niet willen samenwerken. Niet matchen. Mm-hmm. Ik had nog het beeld gevraagd, maar het is niet gekomen van Hinault en Lemond. Hinault die belooft aan Lemond om voor hem te rijden. En wanneer het echt erop aankomt, doet hij dat gewoon niet. Dus dat maakt die mensen ook sterk, die egogerichtheid, dat egoïsme bijna. En zeker in een toch nog altijd relatief individuele sport. Zulke mensen doen samenwerken, moet het ultieme doel zijn, moet de ultieme challenge zijn. Mm-hmm. Maar het zal zeker niet gemakkelijk zijn. Maar stel als dat bij jou in de ploeg doen, zet je er dan iemand uit? Of
Ja, kies je dan voor een heel sterk karakter? Ja, dan is het oorlog omdat, maar ik zeg het, bij ons wint een ploeg. En is het voor een stuk de mooie momenten, het meeste passen krijgen. Maar dat is relatief, dat is ondergeschikt. En je kan vrij goed aantonen door samen te werken dat je ook meer resultaat gaat hebben. Maar de coach die bij BMC daar niet in slaagt om Gilbert en Van Avermaet te overtuigen van ja, als je nu samenwerkt, ga je waarschijnlijk nog veel meer halen. Mm-hmm. Dat is niet 1 plus 1, maar dat is veel meer dan 1 ja. plus 1. Dan ga je er wel toe komen, maar blijkbaar is niemand daar met die overtuigingskracht. Persuasieve communicatie is een zeer belangrijke eigenschap voor een coach. Blijkbaar is er niemand geweest. Maar moeilijke woorden. De academicus. Persuasief, congruentie. Overtuigen. Misschien moet je die opsparen voor Canvas, waar Mark straks gaat zitten. voor de meerwaardezoeker. Nee, maar die beelden van Hinault en Lemont, die hebben we getoond met Mart Smeets een paar dagen geleden. Vandaar dat we ze niet nog eens wilden tonen, Gert. Onze excuses daarvoor. Maar we hebben wel een aantal andere beelden van jou klaargezet. Onder meer Standard in de omloop, het nieuwsblad van dit jaar. Jij zei, dat wil ik toch ook nog wel eens zien, want die situatie is opvallend. 1 renner die 3 anderen voor schut kan zetten. Ja, maar dan is de vraag, wie bedoel je met die ene renner? Je denkt nu dat ik interpreteer dat het Standard is. Misschien is het wel Terpstra die daar demareert en daar eigenlijk het ploegspel kapot maakt. Ja, dan heb je ook nog dit, hè, de reactie van Van den Berg op Terpstra. En zo gaat het door. Het is eigenlijk een aaneenschakeling van fouten binnen een ploeg. Van gebrek aan samenwerking, gebrek aan afspraken. En ik denk wel dat Sterk misschien wel die dag de sterkste was met Dries Sam, dat ze altijd moeten winnen. Mm-hmm. Maar dat is niet gebeurd. En vandaar ook dat deze omloop het nieuwsblad voor altijd een hele speciale zal blijven. Een mooie om en misschien ook een goede les is op dat moment, want soms moet je ploeg ook eens doen falen, doen in het zand bijten, om dan achteraf de juiste conclusies te kunnen trekken. Maar wat doe je met zoiets achteraf als coach? Grondig analyseren en dat is die confronteren, die scherpe aanpak die vaak toch wel eens voorkomt. Maar streng zijn. Is goed roepen in de bus ook. Bah, ik weet niet of decibels daarin belangrijk zijn, maar toch wel ruzie maken, het conflict opzoeken. Je gaat topsport niet bedrijven zonder conflicten. Dat is een utopie. Wanneer wij met de ploeg naar een belangrijk toernooi gaan, dan mag er geen enkel probleem, niks aan het ook niet minimaal aanwezig zijn, dan ga je die confrontatie uit. In de psychologie spreken ze van de stormingfase. Je gaat echt het conflict opzoeken om alles clean te krijgen, om dan tenminste in die cruciale momenten. En dat is de taak van de coach, dat aanvoelen. Je komt met een groep samen en jij begint te voelen, voelsprieten uitsteken van daar zit er iets, ik ga die eens bij me halen. En we laten dat kletteren en we proberen een propere lei te hebben om aan het toernooi te beginnen. Laat duidelijk zijn, elke coach heeft zijn aanpak, maar ik ben niet de voorstander van de struisvogelpolitiek. Mm-hmm. Van de kop in het zand steken en doen of er niks gebeurt. Want dan weet je, vroeg of laat komt dat boven. En dan komt dat boven net op dat moment dat je het niet wilt hebben. Mm-hmm. En dan zit je in een belangrijke fase op een groot toernooi en dan heb je een bras in je ploeg. Mm-hmm. Dus dat wil je vermijden en dan ga je tussennoods voordien het conflict aan en ga je confronteren en ga je het dan ook proberen op te lossen. Je moet wel altijd de conflicten aangaan met de overtuiging dat je ze ook kan oplossen. Mm-hmm. Het psychologische spel onder concurrenten, daar wil ik nu wel eens op doorgaan. Ik hoorde Mollema zeggen van, ik probeerde mee te gaan in die eerste vluchten en dan kwam Poort naast mij rijden. Je gaat er niet vandoor, man. We gaan je constant komen halen. En dan beslist Mollema, ik ga dat niet meer doen. Ik ga hier op mijn gemak blijven zitten. Dat is intimidatie, maar dat werkt blijkbaar wel. Bart, jij bent psycholoog. Ja. Jij bent psychologie gestudeerd. Niet voldoende beslagen, denk ik, om daar gefundeerd op te antwoorden. Maar op mij zou het wel mogelijk een averechts effect hebben, denk ik. Mm-hmm. Want ik vind, jongens... Mollema dan ook nog, hè? Ja, maar als ze daar al mee bezig zijn bij Sky, dan is het niet moeilijk dat ze heel veel nutteloze energie steken in zaken die er niet toe doen. Want als Mollema wegrijdt, dat is nooit een bedreiging voor Froome. Ik begrijp die reactie niet. Waarschijnlijk is het om te voorkomen dat anderen ook nog gaan wegrijden, een spervuur van aanvallen gaan krijgen. Ja. En dat is de enige manier om Sky te kloppen, om Froome te kloppen. Dat is dat men echt iedereen in de aanval gaat, wat tot op heden onvoldoende gebeurd is. Is dat toch ook niet een beetje nervositeit dan misschien, als ze zich met zo'n dingen gaan bezighouden? Ja, of misschien is het ook nog een vorm van ongenaakbaarheid op dat moment, want ze hadden Thomas op de vierde plek. En misschien zeggen ze, Froome die gaat de Tour wel winnen, we gaan die plek van Thomas ook eens gaan beschermen nu. Maar dat is na vandaag niet meer het geval, hè? Nee. Mm-hmm. Nee. Nu, de psychologie die speelt heel erg. Je hebt daar ook een mooi beeld voor gekozen. Alpe d'Huez, Armstrong-Ulrich, 2001. Armstrong die wegrijdt en dan omkijkt. Dit moment, hè? Die dodelijke blik van Armstrong recht in de ogen van Ulrich. Psychologische oorlogvoering van, kijk, ik ga nu aanvallen en ik laat u staan. Hij parkeert daar, Ulrich kan niet mee en dag Armstrong. Maar zegt dat nu ook iets over de persoonlijkheid van die gasten? Want Armstrong, ondanks alles wat hij gedaan had, de gast die hem
een beetje aan de galg wilde praten. En er, ik herinner me zijn naam niet meer, maar die dan verhalen van hem verteld had. Die hij dan ging halen. Persoonlijk ging halen, zelf ging halen en zeggen van kerel, dit gaat niet door. Ja, de Italiaanse Simeone was het. Ja, juist. Filippi Simeone. Juist. En dat hij dat dan... Dat is toch straf, hè? Dat die mannen dat op een dergelijke manier doen. Dat is agressief, dat is brutaal, arrogant. Ja, dat is arrogant, maar hier gaat het over de weerbaarheid van Armstrong tegenover Ulrich. Ja. En ik heb eens een tekst gelezen, The Rocky Road to the Top. En dan zie je dat echte topsporters, die heel veel successen gehaald hebben, dikwijls toch wel in hun levensloop heel veel moeilijke fasen overwonnen hebben. Bij Armstrong is dat duidelijk, iedereen kent die moeilijkheden die hij overwonnen heeft. Maar dat blijkt toch een eigenschap te zijn die heel veel toppers hebben. En ik denk dan, is dat een noodzakelijk eigenschap, is dat gewoon survival of the fittest? Of kunnen we toch de fysiek sterken, die net die mentale weerbaarheid minder hebben, kunnen we die benaderen, kunnen we die coachen, dat die dat toch ook gaan hebben op die moeilijke momenten? Want laat duidelijk zijn, dat is een heel cruciale eigenschap van toppers. Ja, dat ene specifieke moment dat je net hebt getoond, dat is dus eigenlijk voelen van, ik ben de betere. Tijdens die dag, ik ga van hem wegrijden. En ik kijk om en ik geef hem de doodsteek. Ja. Dat is eigenlijk de toreador die de stier afmaakt. Ja. Met een blik. En dat is een psychologische oorlogsvoering die je in elke sport krijgt. Soms op een vrij fysieke manier, ook in het voetbal. In het volleybal niet, want er staat een net tussen, maar er wordt af en toe ook al gepraat, er wordt eens gekeken wanneer een bal afgeblokt is. En sommige spelers worden daar sterker door en sommige worden daar kleiner door. Wij gaan zelfs in scoutingen in het volleybal gaan wij kijken wie maakt de punten, de eerste 20 punten van een set en wie maakt de laatste 5 punten van een set. Mm-hmm. En dan ga je zien dat dat vaak dezelfde spelers zijn die die cruciale punten wel of niet maken. Dus dan maak je de keuze. Jij gaat die laatste aanvallen voor je rekening nemen. Ja. Op zo'n moment. Mm-hmm. Je had coach van het jaar moeten worden, hè Bart? Ja, dat heb ik al vaker gezegd. Hè. Ik bedoel, dat meen ik wel. Nu raak ik een gevoelige snaar. Ja, hij was tweede achter Mark Wilmots. De kwaliteit van een coach, heeft een verstandig man ooit gezegd, meet je niet aan de resultaten van een team, maar aan de progressie die mijn groep weet te boeken. Als je dan ziet met wat voor een toppers de Rode Duivels of Mark Wilmots kan werken, en wat hij eruit haalt, zijn er relatief weinig, vind ik persoonlijk. En wat dat hij doet met een relatief beperkte groep, als ik dat zo mag zeggen, op wereldniveau. Wat hij daar toch mee doet, derde worden op een Europees kampioenschap, dan vind ik dat qua coaching, zuivere coaching, niet qua resultaten, maar een heel ander verhaal, ja, absoluut. Mooi. Ik heb zijn tweet zien vertrekken na de verkiezingen. Ik heb hem zwaar onder zijn voeten gegeven, want ik was er niet zo blij mee, omdat ja, ik vind dat als je verliest, moet je sportief verliezen en mag je geen klimeerhouding hebben. Het was niet om jou plezier te doen, Gert van der Broek. Het was mijn mening om dat nog een beetje. Oké, goed. Oké, we gaan eens kijken naar wat beelden van Gert van der Broek als coach, hè, als volleybalcoach. Langs de lijn, daar sta jij, gesticuleren. Je kijkt ook heel erg de speelsters aan die op dat moment wil betrekken in je verhaal. En dan ook. En dan luisteren. En met challenges bezig zijn. Nee, binnenkloppen. Dat moeten we doen. Gaat het mogelijk zijn om gewoon de receptie te controleren? Gewoon te controleren. We kunnen niet alleen rekenen dat ze buiten kloppen. Hè. We moeten hem pakken. Op Karmen die ploeg zonder Karmen. Op Karmen. Maar misschien ook op Karmen wij. Hè. Kijk naar de laatste twee punten. Hoe belachelijke punten dat zijn. Het aanvaardbaar spelniveau. Bereid uw punt voor en maak zo'n belachelijke fouten niet. Confronterend om dit te zien? Ja, dat is toch wel confronterend. Het is een goede selectie. Ik denk dat ik af en toe ook positief ben. Sommige coaches maken daar zelfs een verhouding van. Je moet zoveel keer positief en zoveel keer negatief zijn. Ik veeg mijn laars daaraan. Ik vind dat niet belangrijk. Je moet gewoon authentiek zijn, eerlijk zijn. Je hebt een aantal zaken waarin je heel kritisch bent ten aanzien van je ploeg. Als je weet dat die ploeg beter kan, als dat binnen een controlebereik is, dan ben ik vrij kritisch. Ik ga niet kritisch zijn wanneer we tegen een sterkere tegenstrever aan het verliezen zijn en goed aan het spelen zijn. Dus ik kan wel tegen mijn verlies. En wanneer ik zo emotioneel reageer, dan is dat toch wel gecontroleerd. Emotioneel? Ik heb hem daarover al eens een paar keer bevraagd, want zo ken ik hem dan niet, of toch in het begin. En dan zegt hij, ja maar daar is eerst over nagedacht. Dat is rationeel, emotioneel eigenlijk. Hij denkt daar eerst over na, van hoe ga ik het doen? En dan hangt hij de emotionele uit tijdens een time-out. Ik zeg ook niet dat er een stuk echte emotie is, maar laat duidelijk zijn, de zaken waarop ik negatief reageer, dat zijn zaken die binnen onze controle liggen, die we kunnen, wat ik kan verwachten van de ploeg, dat ze dat niveau halen. Ik ga dat niet doen boven een verwachtingsniveau, want dat creëert faalangst. Dat zou de grootste blunder zijn als coach je kan maken. Interessante materie. Ik zou er graag nog een beetje op doorgaan, maar we moeten een bruggetje maken. Ik ga jou eens confronteren met een quote van jou uit een interview in het Leuven Studentenblad Veto. Het is van een tijdje geleden. Jij denkt dat we geen research doen als de gasten komen. En daar stond in, de sportverslaggeving op televisie in Vlaanderen is totaal waardeloos vergeleken met Nederland.
Dan slik ik als ik dat lees. En we staan open voor kritiek. Wat doen we verkeerd? Maar dat was toen ik nog sportjournalist was. Nu moet je de datum erbij zeggen, denk ik. Ja, het is van 10 jaar geleden. Het is 10 jaar geleden. Zijn we dan... Ja, 10 jaar geleden. Ik denk dat we er echt wel, en dat is niet om te flamen, dat we erop vooruit gegaan zijn. Rassen schreden zelfs. Maar ik vind dat men vaak kritischer is in de sportjournalistiek in Nederland. Mm-hmm. En nu ben ik aan het vragen om kritiek natuurlijk. Maar ik vind dat we dat soms wel een klein beetje missen. En dan de journalistiek moeten we een onderscheid maken tussen alle vormen van journalistiek. Maar soms vind ik het wel goed dat we gefundeerde kritiek uit op wat we doen. Mm-hmm. In de koers zijn we heel vriendelijk, hè? Vind je niet? Zijn we vriendelijk? Te vriendelijk? Ik vind dat wel soms, ja. Maar het is ook, let op, het is ook misschien nodig. En misschien moeten we daar ook een onderscheid in maken. Daar is over, op de sportredactie denk ik al vaak over gepraat. Je kan moeilijk heel kritisch zijn en 's morgens een interview gaan vragen bij Sky of bij eender wat. Hè. En ik begrijp het ook wel. Maar soms denk ik wel van jongens toch. Ik ben meer en meer beginnen begrijpen waarom journalisten, sportjournalisten eigenlijk vriendelijker zijn, liever zijn voor hun... De mensen die ze moeten interviewen. Ze hebben je nodig. Ja, voilà. Dus, als iemand constant schrijft, die Gert van den Broek kent er niks absoluut. Van. Gert van den Broek, dat is niet de coach van het jaar. En dat succes van die volleybaldames is overroepen. Die is ook niet welkom bij jou. Hè? Ik ga dan bij deze die uitspraak als een onnozele domme uitspraak. Nee, dat is geen domme uitspraak. Maar ik ben wel wijzer geworden in de loop der jaren. Dat meen ik. Ik zie wel de verhouding journalist-atleet, dat die anders is dan bijvoorbeeld journalist in de wedstrijd. Bijvoorbeeld. Dat is een andere verhouding. Ik vind dat wel een interessante discussie in de koers, hoe dat je dat recht kan trekken. Hè? Want als elke journalist dat zou doen, zij hebben ons ook nodig. Hè? Ja. Want zij hebben jullie ook nodig. Dat is waar, absoluut. Ja. Maar je kent het, Bart, televisie maken. Ja, absoluut. De tijd dringt ook. Hè? Ja. Ik zou er graag op doorgaan, maar men zegt mij in mijn oortje, je moet nu naar het gastenstuk. Jullie zijn naar Jan Bakelands geweest vanmorgen. Jan Bakelands is een oud student van jou ook. Hè? Bio-ingenieur, maar ik ben verantwoordelijk voor topsoort en studie, voor de topsoortstatuten. En ik heb ooit topsoortstatuten moeten uitreiken aan Jan Bakelands. En dan zegt Gert van den Broek aan deze tafel, al die atleten zijn zo moe. Hè? En dan gaat hij 's morgens naar Jan Bakelands en zegt hij tegen Bakelands, je hebt een examen vandaag. Dag Jan. Je hebt altijd gezegd, heel lang geleden. Hoe lang is het geleden, weet je dat? Uw laatste jaren als student. Wacht, dat moet ik stellen. 7 jaar nu. Hè? Ja, ik was juist aan het zeggen, ik dacht ook 7 jaar. Ja. Maar je hebt toen altijd gezegd, ik kan me niet inbeelden dat ik bij u een examen moet doen. Ja, inderdaad, dat zat er niet in. Hè. Dat was spijtig eigenlijk. Ja. Je hebt nu de kans om een examen te doen met mij. Ik heb 2 onderwerpen. Maar jij mocht kiezen welk onderwerp. Nee. Het ene is scheikunde en het andere is vrouwen. Zullen we vrouwen pakken? Vrouwen pakken, ja. Oké. Okay. Noem 3 speelsters van de Yellow Tigers. Lise van Hekken. Goed, jongen. Ja. En dan de zus van Courtois, Valérie Courtois. Heel goed. En dan... Nog eentje. Nogal een hevige zo. Pas een kniekwetsuur gehad. Ja, ik weet wie dat je bedoelt. Ik zie er een kop voor mij. Freya Albrecht. Heel goed Jan. Je hebt niet enkel een diploma als bio-ingenieur, vanaf nu ook een diploma in sportcoach. Proficiat. Dank u. Ja, geslaagd met felicitaties van de jury. Cum laude heet dat dan. Bart, jouw all-time koersmoment is de zilveren medaille van Philip Meyrage op de Olympische Spelen van 2000. Waarom? Ja. Goh, ik ben zot van Australië. Ik was dat toen al een tijdje. Ik was er toen ook en ik ben naar de Spelen gaan kijken. Ik heb alles in het begin, want die tickets waren uitverkocht, 20.000 tickets. En ik ben dan toch daar binnen geraakt en hij wilde goud halen. Hij had dat al heel lang aangekondigd. Dat hing overal in zijn huiskamer. Dan rijdt Frischknecht daar 2 minuten weg. Mm-hmm. Dan moet Meyrage dat gaan dichtrijden. En de vader van Miguel Martinez, die Olympisch kampioen zal worden, die zei had vooraf gezegd, je moet 1 man in de gaten houden en dat is Philip Meyrage. En Meyrage, ik ben daar van de ene kant naar de andere gelopen met een Belgische vlag en dergelijke. Ik krijg daar nog altijd een beetje kippenvel van. En hij was ontgoocheld, hij pakte zilver. En hij was achteraf echt ontgoocheld. Ja, die obsessie voor dat goud. Ja. Dat hing overal in zijn huis, zoals je zegt. Ja. En daar staat echt ontgoocheling op zijn gezicht te lezen. Dat is dat verwachtingspatroon weer, hè, waar we in het begin over spraken. Ja, en ik had tickets gekocht in Athene voor de mountainbike. Dus ik was daar aanwezig in de hoop Flip Meyrage te zien. Maar ja, spijtig genoeg is dan die obsessie hem fataal geworden. Ja, dan was het verhaal afgelopen door doping. Bart, er is een sportman aan jou verloren gegaan. Ik zei het al in het begin, hè, semi-professioneel bezig. Ook getalenteerd. Jawel, je speelde basketbal in tweede klasse.
Je hebt goed gemountainbiked ook. Je hebt ooit aan de Crocodile Trophy deelgenomen. Ja, dat heb ik eens mee. Je werd daar 15e op 61 deelnemers, wat eigenlijk ontzettend knap is. Wat is daar zo speciaal aan die Crocodile Trophy? Goh, dat is moeilijk uit te leggen. Ik denk het mentale aspect, want nu is het echt richting mountainbike aan het gaan. Het is veel geëvolueerd, omdat de deelnemers anders werden te beperkt. Maar toen was het echt, ik herinner me, denk dag 3, dag 4 en dag 5, dat was 150, 170, 160 kilometer in deze omstandigheden. Dat ben jij hierheen, dat vrij zwarte pakje. Ja, het is echt lood en loodzwaar. Mentaal ook, hè, om elke dag opnieuw eraan te beginnen. En ik heb er wel een jaar en een half op. Anderhalf jaar op toegelegd. Mm-hmm. Het is een fantastische ervaring geweest, maar ik krijg nog altijd een beetje pijn van als ik het terugzie. Ja, 2002, ja. Het is ondertussen 13 jaar geleden. Ja. Oké, heel veel renners in dit peloton hebben last van extreme vermoeidheid. Dat hebben we al een paar keer aangehaald. Dat merkten we woensdag in Praloe, dat hebben we vandaag na de aankomst ook gemerkt. En Sammy Nering heeft zich opgesteld aan de aankomst vandaag in La Toussuire en liet de camera gewoon registreren. Poëzie op de finishlijn en de titel van zijn gelegenheidsgedicht is De Streep. De streep. Daar waar er gewonnen wordt, daar waar er verloren wordt. Waar eeuwig roem wacht of waar je snel in de menigte verdwijnt. Ook in de Tour. Deken, daar waar er even geen grenzen zijn. Waar een renner zichzelf ontmoet en waar één blik soms alles zegt. Kippenvel over het hele lichaam en het is niet van de kou deze keer. Morgen dan maar. Morgen is de op één na kortste rit in lijn in deze Tour. 110 kilometer, maar wel veelbelovend. De start ligt hier in Modan. Maar net als vandaag gaan we dan naar de Col de la Croix de Fer. Maar we gaan hem langs de andere kant oprijden. 29 kilometer klimmen. 29, buiten categorie uiteraard. En dan aan het eind van de etappe nog eens 13 kilometer, een kleine 14 zelfs. Tegen gemiddeld meer dan 8% op de Alpe d'Huez. Al zo vaak aankomstplaats. 27 keer zelfs met heel veel Nederlanders. En dit zijn beelden van 1976. Een sprintje tussen twee toerfavorieten. Joop Zoetemelk en Lucien van Impe. En het is Zoetemelk die gaat winnen. Hij pakt de eerste Nederlandse overwinning op Alpe d'Huez in 1976. Er zouden er nog 7 volgen. Maar van Impe gaat daar wel de gele trui aantrekken en gaat die Tour van 1976 winnen. Na het 1 uur journaal kunt u de rit van morgen al live volgen. De 20e etappe in deze Tour met de vertrouwde stemmen van Michel Wuits en José de Kouwer. De massa-aandacht voor het wielrennen, Gert van den Broek. Stoort je dat wel eens? Nee, absoluut niet. Ik heb vandaag kunnen zien hoe fantastisch die sport is. En dat is een sport die aandacht verdient. Ik heb al veel topsport mogen meemaken, Olympische Spelen, als supporter, als toeschouwer. Maar wat we vandaag hebben kunnen doen, beschouw ik als een van mijn topmomenten in het bekijken van topsport werkelijk waar. Ik heb hierover nagedacht, dus als je mij over 10 jaar confronteert met deze uitspraak, dan ga ik er nog achter staan. Dus nee, het was een fantastische dag. En wat die renners doen, fenomenaal. Wanneer die man van Europcar voorbij kwam gereden, ik ben zijn naam kwijt als eerste, dan dachten wij, dat gaat hier nog 5 kilometer duren en die rapen ze op. Nee, die man heeft zoveel doorzettingsvermogen, die blijft gaan. Nee, het is een sport. En vooral de Tour, moet ik wel eerlijk zeggen. Alleen maar superlatieve vandaag. Ja, heeft de basketbalspeler, motocrosser, / wielrenner, mountainbiker Bart Scholes ook zo genoten? Ik heb geweldig genoten, echt fantastisch. Als je ze ziet, en zeker het klimmen en vorig jaar ook op Hautacam, als je ze ziet, daar heb ik aan de streep gestaan en je ziet ze passeren en dat is zo afzien. En we hebben echt een fantastische dag beleefd. Waarvoor dank. Met heel veel plezier. We gaan klinken. Ik had aan Glue Wine moeten denken op deze avond op 1500 meter, maar het is gewone wijn geworden. En de mensen zullen denken, die van Nieuwkerken zit daar met een dikke jas en Scholes in een hemdje. Maar je hebt wel 3 lagen. Ja, het is waar. Thermisch ondergoed. Goed, afspraak voor morgen. Laatste keer voor we in Parijs zitten. Dan gaan we naar Le Bourg-d'Oisans, dat is aan de voet van Alpe d'Huez, naar een groen parkje. En we gaan daar Kevin de Weert en Ben Krabbe ontvangen. En we zijn er om 9:50. Meer kan ik daar niet over vertellen. Morgen dus een volgende Vive le Vélo. De 21ste in de reeks. Vandaag is Tomorrowland gestart. Een beetje spijt dat we daar niet bij kunnen zijn. Alhoewel, de Tour is nog zoveel mooier dan Tomorrowland. Maar we gaan Tomorrowland een klein beetje naar de Tour brengen. Want David Guetta heeft daar net opgetreden. Ik denk dat hij net van het podium moet zijn, van dat grote podium. En hij heeft daar ongetwijfeld zijn Titanium gebracht. Een akoestische versie van David Guetta met Titanium om de beelden op de dag op te monteren. Vive le Vélo en tot morgen. De eer is aan jou. Draai maar.
Er zijn al veel namen geschrapt, maar er zijn er ook nog veel die een bezoekje van Lieve van Gils verdienen. Plezante man om op bezoek te krijgen. Absoluut. En het wiel staat goed los, dus het blijft nog wel even draaien. En stopt het ooit, in mijn buurt dan nog wel bij het rugnummer. Ik heb voor mezelf gekozen, of toch voor Bart Schulz. Zwarte streep. Oké, zeg het Bart. 211. Dan gaan we morgen naar Edvald Boasson Hagen, een Noor. Mooi, leuke man. Mooi. Lang gedraaid dat wiel, maar wel goed gekozen. Bedankt voor jullie bezoek. Graag gedaan. Dank je wel. Morgen nog fietsen? Nee, TGV op om kwart over tien of zo. Ja. Kwart over tien TGV terug. Ja. En te beginnen aan de voorbereiding van het nieuwe programma. Ja. Binnenkort al? De laatste week van augustus.